Het is vrijdag 7 oktober 2022. En we gaan vanavond voor de derde keer keizerschieten. Namens het comité Kermis Koning Westervoort heet ik u allemaal van harte welkom. En het comité bestaat uit Tim, Suzanne en Martijn en ondergetekende. U ziet ook een meneer hier links van mij, rechts van mij, van u staan. Dat is iemand die opnames maakt en ik heb ook een zendertje op. Het is wel officieel, geloof ik. Die komt vanavond opname maken voor Mozaïek, de ouderen- en ziekenomroep in Zevenaar. Die willen hun programma ook mooi gevuld hebben. Dus het is een prachtige gelegenheid natuurlijk vanavond om dat te doen. Goed zo, welkom ook natuurlijk. Dankjewel. Goed, welkom. Ik hoop dat we er met z'n allen een mooie avond van gaan maken. En het heeft alles in zich. We zijn enorm blij dat er zoveel mensen gehoor hebben gegeven aan het feit om mee te doen met het keizerschieten. Welkom natuurlijk aan de twee keizers, Björn en Edwin Pearson en Tammy. Welkom in Westervoort. Have a nice stay a couple of days and we will meet again. Augustus 1992 kwamen Ferdinand, Gabina en ikzelf bij elkaar om het idee te bespreken om Kermiskoning te gaan schieten in Westervoort. Met het idee naar de toenmalige burgemeester in Westervoort, Johan van Os. Om op zaterdag met de kermis het Kermiskoning schieten te organiseren. Nou, de meesten van jullie kennen van ons. Oh nee, Martin, nee, geen sprake van. Nee, nee, we kunnen geen vierde kermisdag maken. Dat moet de gemeenteraad moet dat goedkeuren. Nee, dat kan echt niet. Nee, burgemeester, we gaan geen vierde kermisdag maken. De attracties zitten dicht, we hebben geen band, er wordt niet gedanst. We willen graag koning schieten, zodat we met de kermis een kermiskoning of koningin hadden. Nou, dat laatste, dat was wel heel erg goed aan hem besteed. Want toen ik zei dat er ook dames mee mochten doen, nou, toen ging die al aardig overstag. Maar ik ben Henry Bouwhuis, geboren in Westervoort, aan de Klapstraat, nummer 17, bij de Spar. Ik ben de eerste kermiskoning geworden, nadat Wenne van Dijk en... oh, maar dan ben ik de naam vergeten. En Martin en Sabrina. Dat hebben georganiseerd. En in welk jaar was dat? Dat was in 1992, als ik het goed heb. En ja, ik heb meegedaan aan het kermisschieten toen. En ja, tot mijn grootste verbazing werd ik de eerste koning. Wij schoten toen nog alleen op kaarten. En tegen iemand schieten die al een paar jaar competitie schiet, daarvan te winnen. Ja, dat is heel vreemd. Ja. En dat was Wim Kamscheur. Hij won ook het jaar erop gelijk. Toen ze de regels hadden aangepast dat de eerste kermis, dat de kermiskoning tijdens de kermis ook aanwezig moest wezen. Want ik was net voor mezelf begonnen en ik moest maandags in Oostenrijk lossen. Dus ik was tijdens de eerste kermis, wanneer de kermiskoning was, was ik dus helaas niet aanwezig. Okay. En de eerste keer keizerschieten. Toen won meneer Piers, want toen werd de eerste keizer. En is schoot net na mij de vogel er wel af. Dus ik hoop het vandaag de derde keizer te worden. Maar ja, we doen ons best. Dan gaan we dus met het keizerschieten beginnen. We doen dat in duo's. Normaal met het koningsschieten doen we dat met drie tegelijk. Nu doen we dat met twee tegelijk. En we hebben dus 10 rondes. 10 keer 2 is 20. Ja. Dan gaan de 6 beste schutters gaan over naar de finale. Vanavond telt alleen de romp. Het is dus een vogel waar we op gaan schieten, maar de staart, de kop en de vleugels tellen vanavond niet mee. Die gaan morgenavond weer mee. Genoeg gepraat, denk ik. We gaan beginnen met het buffet. Hallo, ik ben Mark Lubbers. Ik ben nu nog de koning van de kermis. Morgen is het voor mij voorbij. Eén is wat ik nog morgen mag doen, is de beginschot te doen. En daarna komen de andere schutters om te schieten. Dus voor mij is dat nog 24 uur en dan is het voor mij voorbij. Als kermiskoning te zijn. Ik ben pas prins geweest van de carnaval. Prins ben ik koning geworden. Misschien word ik vanavond wel, hij is keizer. Dus wie weet. Ik ben Henny Dibbes en ik ben de eerste
en de enige koningin van Westervoort. In 2001 was dat. En hoe kwam dat? Waren de mannen zo slecht met schieten? Ja, dat denk ik. Ja, dat, maar het lukte gewoon. Dus ik ging schieten. Nou, en die vogel zakte gewoon mooi naar beneden. Dus het ging perfect. En hoe lang doet u al mee met schieten? Nou, nee, dit was dat met koningsschieten, mijn tweede keer. En verder heb ik niet meer met koningsschieten meegedaan, omdat ik dat toch, ik was al koningin. En twee keer dus keizerschieten, maar dat is dus niet gelukt, maar dat ga ik vanavond doen. Dus u wordt vanavond de nieuwe keizer? Ja. Keizerin? Ja, dat zou kunnen. Ja, dus dat ga ik proberen. Hallo Max, wat is jouw rol vanavond? Nou, ik sta achter de bar en ik loop in de bediening. We hebben zo direct een feestavond en daar gaan we weer een menig biertje verkopen. En hoeveel biertjes worden er getapt zo? Wij tappen zo'n beetje, nou, we hebben 7 barren open op de zondag. En er gaan zeker duizenden biertjes gaan er wel doorheen. Oké, okay. En totaal, weet je ook hoeveel liter dan? Ja. Het is, ik geloof dat wij 1000 liter en 2500 liter tanks hebben. En die gaan er wel, de Heineken komt in ieder geval nog een keer terug om ze allemaal te vullen. Oké. Dus vandaar. Nou, leuk. Ja. Veel plezier. Dankjewel. Ik ben Theo Lubbers en ik ben in 1996 koning geweest. En dat was natuurlijk een hele mooie ervaring. Maar het is natuurlijk wel leuk als je zoon het ook wordt. En die heeft dus ook meegeschoten. En die is ook koning geweest? En die is ook kermiskoning geweest. En mijn schoonzoon ook. Die is ook kermiskoning geweest. Ook al? Ja. Was uw zoon koning? 2013. 2013? Ja. Oké. Okay. En wanneer was u daar koning? Ik was in 2009 koning. In 2009. Nou, leuk. Gefeliciteerd. En wat gaat het vanavond worden? Nou, dat weet ik dus niet. Want ik moet tegen de kroegeigenaar schieten. En het zou niet leuk zijn als ik van hem zou winnen, maar ik probeer het wel. Goedenavond. We gaan beginnen. Ja, ik ga het heel even kort houden, want Martin heeft eigenlijk bijna alles al verteld. We beginnen de avond met de twee keizers, de oud-keizers. Keizer 2006, Ed Pearson. En 2016 Wilbert Versteeg, die gaan de avond openen met een onderling duel. Daarna, ja, dan begint het echte keizerschieten. Dan gaan we kijken wie de keizer 2022 gaat worden. Het gebeurt op twee banen, baan A, baan B. Mijn collega Suzanne zal de koningen oproepen. Ja, we gaan gewoon weer schieten op de bekende kaart. Drie keer schieten en de totaalscore die zal tellen. En dan gaan de beste 6 schutters naar de finale. Het was niet Ed die won, hè? Ah. We kunnen de volgende zich alvast gaan klaarmaken. Theo Lubbers en Martin Buurman.
bekendmaken. De finalisten kunnen bij Martijn een loodje ophalen, zoals daardoor wordt de volgorde bepaald. De eerste finalist is Daniel Leenders. En de tweede is Tony Teunissen. Nummer 3 is Ed Kieft. Nummer 4 Gijs Tollenaar. Nummer 5 Bjorn Vermaas. En de laatste Jan van Looijenvoet. De eerste die gaan zitten is Bjorn Vermaas. Ik krijg een bos bloemen. Dankjewel. En de muntjes. Ja. Dankjewel. Oh. Dankjewel. En ik denk dat hij nu de hoofdprijs krijgt. 100 munten.